Een andere leuke, maar vooral slimme toepassing van een koolborstloze motor is de volgende. Een accu-schroefmachine specifiek om platen te bevestigen is op zich zeer interessant. Doordat het een accumachine is, heb je natuurlijk meer vrijheid dan met de gesnoerde uitvoering. Maar omdat je veel schroeven achter elkaar schroeft, is het niet prettig om de machine bij elke schroef weer opnieuw in te schakelen. Daarom zijn dit soort machines voorzien van een vastzetknop. Aangezien het bit pas gaat draaien wanneer je de schroef op de plaat drukt, is het ook mogelijk. Het nadeel hiervan is dat de accu snel leeg is. De oplossing zou kunnen zijn dat de motor ook pas gaat draaien wanneer de schroef op het materiaal wordt gedrukt. Aangezien een gelijkstroommotor met koolborstels hiervoor te veel stroom zou vragen, is deze techniek nooit toegepast. Maar nu met de komst van de koolborsteloze motor is deze techniek wel mogelijk. Deze nieuwe schroefmachine is voorzien van een koolborsteloze motor en middels een knop op het display kun je de machine zo instellen dat deze pas wordt ingeschakeld wanneer je op de schroef drukt. Zo verbruikt deze machine veel minder stroom en kun je veel schroeven plaatsen op één volle accu.